gewoon kan werken. Dat is wat ik wens. Nou, een beetje tv kijken of zo en dat soort dingen. Dan moet je wel een beetje snel internet hebben. Ja, nee, precies. Dus je zult natuurlijk moeten verglazen voor een belangrijk deel. Nou, dat gaat dus heel erg moeilijk. En ik hoop natuurlijk dat vanuit deze inspiratie die er is in deze prachtige kerk, er ook ideeën zullen gaan komen hoe we nog sneller, zeg maar, Den Haag aan glasvezels kunnen helpen, zodat inderdaad dat soort dingen sneller kan. Maar nog één ding wat ik belangrijk vind. Ik begon in het begin te zeggen dat ik die dienstverlening, dat ICT eigenlijk ten dienste staat, hè, van die dienstverlening. Een van mijn andere wensen is, hè, ik ben daar ambassadeur van eigenlijk, van het nieuwe werken. Ik zou graag willen, ik vind gewoon het 9-tot-5 werken een beetje uit de tijd. Dat levert alleen maar files op, hè? Dat levert files op, dat levert allerlei uitstoot op. Dus ook vanuit duurzaamheid kun je er allerlei andere dingen van vinden. Maar je boet ook in op creativiteit, moet ik je zeggen. En ook op het functioneren. You don't get the best out of people. Als je ze in een bepaald gareel zet van u moet binnen 8 uur dit en dit presteren. Waarom kunnen mensen, en ik denk dat we dat kunnen nu, wij echt een hele volwassen samenleving zijn, tijdens het afwassen, vanuit de keuken, vanuit de kinderopvang, in de tram, kunnen wij gewoon ons werk doen. Ik bedoel, u komt uit de mediawereld. In Hilversum is het zo, u krijgt een opdracht. Dan werk je altijd op rare tijden. Begrijp je? Ik bedoel, als maar het product klaar is en die uitzending gewoon plaatsvindt. Dus ik zou echt wensen dat we dat ook op die manier doen. En dat betekent gewoon dat we als de wiedeweerga het nieuwe werken op het stadhuis zouden moeten invoeren. Zodat mensen... Dus we gaan het meemaken dat de ambtenaren s'nachts op werk zijn. Ja. In ieder geval op flexibele tijden. En dat is dus wat ik wel wens, moet ik je zeggen. Want dat vind ik echt heel erg serieus. Dus we gaan daar ook met een pilot binnenkort beginnen. En ik hoop dat dat zo aan de dijk zet. Nou, ik bedoel, bedrijven, hè? Ik bedoel, KPN heeft het al gedaan. Dus wat dat betreft lopen wij een beetje als overheidsinstelling wat achter. Maar ik denk dat dat echt de toekomst is en we moeten daar nu een beetje op inzoomen.